Wij weer een webinar van Valueproof. Ik hoop dat iedereen ons goed kan verstaan. Mocht je problemen hebben met geluid of anderszins, dan kun je dat even via de chat rechts laten weten. We hebben hier vanmiddag twee gasten van R2 Pro. En die gaan ons alles vertellen over succesvol prototypen. Het belang om, als je iets nieuws bedenkt, dat goed te laten aansluiten bij je doelgroep. En eigenlijk komt het hierop neer dat je niet wil dat je achteraf erachter komt dat het niet aansluit. Vanmiddag zijn bij ons Nine Klaassen, product engineer van R2 Pro en oprichter Henry Rodenburg. En zij gaan in een duo presentatie ons de komende minuten op de hoogte brengen van hoe je dit nou heel praktisch kan aanpakken. Nine, kan ik jou het woord geven? Of? Ja. Goedemiddag, mijn naam is Henry Rodenburg. Stel, je moet een houder ontwerpen voor een beademingsapparaat in een ambulance. Je gaat aan de gang en ontwerpt de houder zodanig dat het beademingsapparaat er toch heel snel uit moet kunnen in één handeling. Want je denkt, ik wil heel snel die patiënt kunnen beademen. En je ontwerpt hem zo dat als je teruggaat naar de ambulance, dat je dan het apparaat weer snel in de houder kan klikken, maar hem nog even moet vergrendelen, zodat hij toch goed vast zit tijdens het verdere vervoer. En wat blijkt? Je komt in de praktijk en het is compleet fout, want de situatie is heel anders. Het blijkt dat op het moment dat de broeders, de zusters uit de ambulance gaan, zij eerst met de hand gaan beademen. En dat ze rustig vragen aan de chauffeur om even het beademingsapparaat te brengen. Die heeft daar alle tijd voor. Die kan dat gerust met twee handen doen. Maar juist andersom, op het moment dat het beademingsapparaat is gekoppeld aan de patiënt. En die moet met brancard en al terug de ambulance in. Dan moeten ze bijna zonder kijken het beademingsapparaat weer in de houder kunnen klikken. De feedback krijgen dat het apparaat goed hangt zonder te kijken. En dan weg kunnen rijden. Nou, dit soort vragen die komen bij ons nogal eens voor. En wij hebben gemerkt dat daarvoor succesvol prototypen een goede methode is. Wij zijn van R2 Pro. Wij ontwikkelen technische producten. Ik moet even doorklikken. Voor andere bedrijven. Dus wij ontwikkelen technische producten voor andere bedrijven. We doen dit met een extreme focus op de gebruikers. We doen dit ook door experts op verschillende gebieden erbij te betrekken. Niet alleen op gebruikersgebied, maar ook op technische inhoud. En daarnaast doen we dat door op een hele juiste manier, een hele correcte manier projectmanagement te bedrijven. In juiste fases, waarover we straks ook nog wat zullen vertellen. En waarom doen we dat op zo'n manier? Omdat we merken dat als je terugkijkt naar projecten en producten die fout lopen, dat het juist op die drie aspecten vaak fout gaat. En dat willen we als R2 Pro echt toevoegen. Mijn naam is Henry Rodenburg. Ik ben elektronicus van achtergrond. Heb 9 jaar geleden R2 Pro opgericht. Maar ben daarvoor al heel veel jaren in productontwikkeling actief geweest. Nu in totaal 28 jaar. Heb ook bedrijfskunde gestudeerd. En ja, ik vind het een voorrecht om altijd weer nieuwe producten te mogen ontwikkelen. En mee te kunnen denken in allerlei markten. Heeft het ook al plaatsgevonden in agrarisch, in laboratorium, medisch, semicon, maar ook de laatste tijd in meer voedselgerelateerde projecten. Wie hier ook vanmiddag is Nine en die geef ik nu het woord. Nine? Mijn naam is Nine Klaassen en ik ben nu 2,5 jaar aan het werk bij R2 Pro. Ik hou me bezig met ontwerpen, prototypen,
productie en heb veel contact met leveranciers. Vanmiddag zullen we vanuit onze ervaring met die productontwikkeling en prototyping vertellen waarom dat zo belangrijk is, wat het precies is en hoe je dat doet. Daar willen we even mee beginnen waarom je dat echt moet doen en wat je daaraan hebt. Stel je hebt geïnvesteerd in een concept, je had een goed idee, je bent daarmee aan de slag gegaan. Je hebt een plan gemaakt en je bent ervan overtuigd dat straks goed zal verkopen. Je doet allerlei aannames in dat traject. En op een gegeven moment denk je, nu is het tijd om naar de markt te gaan en besluit je te gaan bouwen. Tijdens dat bouwtraject kan er nog van alles misgaan natuurlijk. Je hebt langere levertijden of installatie van software gaat niet goed. Maar na een jaar zwoegen ligt jouw product dan eindelijk in de winkel. En dan? Dan heb je pech en blijkt de verkoop niet helemaal naar verwachting. Of je krijgt bijvoorbeeld slechte reviews. Dan is er iets misgegaan in het proces daarvoor. Nou, met prototyping had je dat kunnen voorkomen. En dat scheelt natuurlijk een hoop kosten uiteindelijk. Een voorbeeld daarvan in de markt kan bijvoorbeeld zijn de lamp van de Philips Hue lamp. Die kan je bedienen met een app. Maar toen dat eenmaal op de markt was, bleek dat toch niet helemaal aansloot bij de behoeftes van de gebruikers nu. Want stel je voor, je loopt die kamer in en je moet je telefoon pakken, je moet inloggen op je telefoon, je moet de app openen. En dan kan je het licht aandoen. Het zijn best wel veel handelingen. Terwijl mensen in ieder geval nu nog gewend zijn. Je doet de deur open, je drukt op het lichtknopje en klaar. Dus daar was men toch niet zo heel positief over. Als je dat nou op tijd verifieert, dan weet je dat van tevoren. En kan je meteen dat lichtknopje toevoegen en hoeft dat niet pas in een volgende versie. Een ander voorbeeld om het nog even toe te lichten is bijvoorbeeld de chipknip. Wat nu ook niet meer bestaat. Daar was een extra handeling van het opladen. Het betalen zelf leek natuurlijk heel handig in eerste instantie. Maar je moet van tevoren wel je chipknip opgeladen hebben. En als je bij de kassa staat en je hebt dat niet, geeft dat natuurlijk frustraties. Dat zijn van die dingen waar je misschien in eerste instantie, ja, dat schat je dan niet goed in. Je denkt dat valt wel mee of je hebt dat niet goed geverifieerd. Als je dat wel doet, dan kan je dus in één keer een beter product op de markt zetten. Nu hebben we bijvoorbeeld dat contactloos betalen, waarbij die nadelen er niet meer zijn en de voordelen wel. Valideer je aannames en dat voorkomt dan dure wijzigingen later in het proces. Dus dat zijn een aantal voordelen waarom je moet prototypen, wat je daarin hebt. Een ander voordeel is nog dat je het als communicatiemiddel kan gebruiken. Dit plaatje is misschien wel bekend. Als je iets uitlegt aan iemand, kan die het heel anders begrijpen dan jij het bedoelt. De verschillende beroepen interpreteren het anders wat je vertelt, wat je zegt, wat je opschrijft. Nou, als je een prototype maakt, is het gelijk veel duidelijker wat je bedoelt. Dus ook als communicatiemiddel is het erg handig. Dat zijn een aantal belangrijke punten van prototypen. Maar wat is het nou precies? We hebben hier een vijftal voorbeelden genoemd van die wij zien in prototyping. Het is je kan het zien als een soort simulatie van je eindproduct. Dat kan op verschillende niveaus zijn. In ieder geval kan een stakeholder een stukje ervaren van het product dat jij voor ogen hebt. Dat kan een heel product zijn, maar het kan ook een onderdeel zijn. Daar komen we later nog wel eventjes op terug. Een schets kan je zelfs al een prototype noemen, die hier als eerste op de slide staat. Het kan bijvoorbeeld, je kan er het uiterlijk van een product mee testen. Je kan er ook, als je bijvoorbeeld een storyboard tekent, het gebruik al mee testen. Een mock-up, daarmee kan je de vorm en de opbouw, de ergonomie van je product testen. Bij een functioneel model gaat het al meer om de ervaring van het onderdeel of het product. Het hoeft nog niet helemaal echt te zijn zoals je het voor ogen hebt. Je kan nog heel veel dingen doen alsof. Je hebt nog geen complete database nodig. Je kan er ook even een soort van nepdata inzetten als je een interface wil testen bijvoorbeeld. Dus zo kan je best wel doen alsof en toch al heel veel testen in een vrij vroeg moment in je ontwikkelproces.
bij een werkend prototype, dan denken wij aan dat dat het al bijna echt is zoals het moet zijn. Dat je het verschil niet ziet tussen het resultaat en het prototype. Het kan nog op een hele andere manier gemaakt zijn. Je hebt dus al wel, die ervaring is echt al zoals het moet zijn. En je zou zelfs de nulserie nog als prototype kunnen zien voor het testen van je productie en je assemblage. Daar gaan we in deze presentatie niet heel ver op in. Van de andere voorbeelden heb ik hier nog wel wat iets wat ik kan laten zien. Dus nu krijg je een beetje beter beeld van wat dat dan kan zijn, al die soorten prototypes. De schets en de mock-up van karton en tape die je vrij snel en goedkoop kan maken. Het functionele model waar nog de nepdata in staat, maar waar al wel de structuur zichtbaar wordt. Of het werkende prototype. Allemaal voorbeelden uit projecten van ons. Voordat ik hier nog weer verder op in zal gaan, zullen we eerst nog even uitzoomen waar dat prototype dan zit in dat hele ontwikkelproces. En daar zal Henri jullie nog even wat meer over vertellen. Binnen Art2Pro hanteren we een vaste fasering waarin we verschillende stappen zetten en ook en klanten die stappen ook op verschillende punten in. En eigenlijk gaat het eerste gesprek vaak over waar zit je nu eigenlijk in dit proces. Voor ons heel herkenbare fases, maar misschien toch goed om even uit te leggen. We hebben ze ook wat leuke naampjes gegeven. In eerste instantie staat daar Dream, dat is het dromen van je nieuwe product. En eigenlijk komen daar ideeën uit die fase. En als je daaruit komt en je wil verder, dan laat je verschillende andere ideeën die je hebt, laat je vallen of die bewaar je voor later. Vervolgens ga je kijken naar in de learnfase, waar moet het nou aan voldoen en wat zijn precies eisen die in de markt ook worden gesteld aan dit product. Maar ook een haalbaarheid wordt in die fase al bekeken. Van is het überhaupt technisch haalbaar of is het haalbaar in qua kostprijs. Zodat ook de business case te halen is. Dat moet allemaal duidelijk zijn in de learnfase. Zodat aan het eind dat het duidelijk is welke eisen zijn nou het belangrijkste voor je product. En kunnen we al verder naar de volgende fase en dat is de think-fase. In de think-fase kijken we naar op wat voor wijze kunnen we die eisen nu echt realiseren. En dat zijn vaak nog verschillende mogelijkheden voor. Je kan iets van verschillende materialen maken, je kan iets in software oplossen of in elektronica. Je kan iets van hout maken of van metaal. Eigenlijk allerlei soorten beslissingen kun je nog nemen. En in de think-fase doe je dat voor de meest belangrijke dingen. Probeer je oplossingen te zoeken, zodat je ook risicoafbouw krijgt. Als je niet zeker weet dat een bepaald onderdeel gaat werken, dan ga je dat bouwen en testen in de think-fase, zodat je aan het eind echt weet, als ik straks het design ga maken, dan gaat dit stukje ook lukken. Als er andere delen zijn die sowieso al heel vaak gedaan zijn, dan kun je die laten zitten, hoef je die niet opnieuw te bouwen en te testen in de thinkfase. Dan doe je dat in de designfase en neem je die mee. In de designfase ga je echt met alle eisen en alle dingen die er op dat moment aan de gang zijn, of die duidelijk zijn, ga je aan de gang om je ontwerp af te maken. Ook eisen rond CE, rond regelgeving, alles moet in die designfase aan bod komen. Tegenwoordig worden er ontzettend veel eisen gesteld aan producten. Daarbij moet je niet alleen denken aan eisen dat iets mooi moet zijn, maar ook eisen die met de hele levenscyclus te maken hebben van een product. Een product moet tenslotte in elkaar te zetten zijn. Het moet te verschepen zijn, het moet op te slaan zijn, het moet te servicen zijn als het eenmaal in de praktijk zit. Het moet vanzelfsprekend gewoon zijn functie in het dagelijks gebruik vervullen. Maar zelfs aan het eind moet het op een goede manier weggegooid kunnen worden en uit elkaar worden gehaald.
En al die eisen, die moet je er aan het begin al in stoppen. En moet je meenemen in die designfase. Dus jullie kunnen je wel voorstellen dat dat een grote fase is waar heel veel in speelt. Waardoor je daar niet heel veel iteraties wil maken en ook de goede beslissingen wil nemen. En daarvoor zijn die voorgaande stappen en prototyping technieken ook belangrijk. Nou, vervolgens, als je dan een prototype hebt die ook al door de keuringsinstanties is goedgekeurd, dan ben je aan het eind van de designfase gekomen en moet je nog ervoor zorgen dat het ding ook produceerbaar is. Dus dat ook de productielijn is opgelijnd en is getest. Als die productielijn namelijk niet op een goede manier functioneert, dan kun je er straks niet 100 goede maken of 1000 goede maken. Dus ook dat is belangrijk om mee te nemen. En tenslotte, tada, je kunt het product verkopen. Nou, in die verschillende fases, daar komen overal technieken voor waarmee je kunt prototypen. Je kunt bijvoorbeeld een schets gebruiken helemaal aan het begin. En die al aan een klant voorhouden van, is dit wat je bedoelt? Of aan een gebruiker voorhouden van, bedoel je het dan zo als je mij dit vraagt? Het kan zijn dat er een klein kartonnen model wordt gemaakt om het formaat van het product te laten zien. Of om te laten zien hoe het straks verscheept kan worden. Wat voor grootte het heeft. Al die dingen kun je door verschillende modellen maken. Dus eigenlijk steeds parallel aan dit traject, aan al deze fases, loopt ook het traject van het testen met de gebruikers. En elke keer ga je weer terug naar die gebruiker met een bepaald soort prototype. Wat erbij belangrijk is, is dat je voordat je een prototype gaat maken, dat je duidelijkheid hebt over wat je ermee wilt testen en welke dingen ook niet. Je hoeft niet alles erin te stoppen, want anders wordt het veel te duur en ook te complex om te testen. Daarom gebruiken wij een modelletje van 6 stappen, waarin we telkens zeggen van voor elk prototype, wat dus in die verschillende fases kunnen elke keer één of meerdere soorten prototypes worden gemaakt, maar voor elk prototype zelf kijken we weer naar deze 6 stappen. We maken een klein plannetje. We bouwen werkelijk het prototype wat we gaan gebruiken. We voeren daarna een test uit met de gebruikers. En ook met andere doelgroepen, want gebruikers is ook breder als alleen een eindgebruiker. Het kan ook zijn dat een service technicus bijvoorbeeld moet meedoen om te kijken van of iets te openen is en goed te servicen is. We analyseren de resultaten, passen vervolgens eisen aan in ons eisendocument, zodat we dat weer, zodat we die dingen die we geleerd hebben ook werkelijk meenemen en kunnen communiceren naar de verschillende mensen die ermee aan het werk zijn om het ontwerp te maken. En vervolgens kunnen we ook bekijken van, moeten we nu doorgaan op deze route of moeten we niet doorgaan op deze route? En dat is eigenlijk de volgende stap. In deze presentatie gaan we verder in op, gebruiken we een aantal keer een voorbeeld. En dat voorbeeld wil ik kort introduceren, zodat jullie ook een beeld hebben wat voor product dat is. Wij zijn gevraagd door een handelsmaatschappij die apparatuur maakt voor in ziekenhuizen en dan op de plek waar ogen worden gecontroleerd. En dit is in de orthopsiepraktijk. En orthopsie, dat houdt in dat er wordt gemeten aan de bewegingen van het oog. Dus bijvoorbeeld of een kind een lui oog heeft, dat herkennen jullie vast wel, dan wordt er zo'n sticker op het oog geplakt. Dat zijn de orthoptisten die dat doen en daar de controles op doen. Maar ook bijvoorbeeld scheelheid wordt daar gemeten. En wat onze klant daar opviel is dat in die praktijk er eigenlijk heel weinig nieuwe producten kwamen. Dus ze waren met het VU Medisch Centrum in gesprek geraakt van, zijn er geen nieuwe technieken om dit te doen? En die hadden ze ook werkelijk gevonden.
door middel van eye-tracking en een slim spel dachten ze kunnen we heel goed die huidige technieken, die handmatige technieken vervangen door een mooi apparaat. En men dacht we introduceren dat op een manier, we maken een cd'tje met software erop of maken of laten dat downloaden en we sturen een eye-tracker op of we kopen een eye-tracker en die koppelen ze aan de aan een laptop van een arts of een onderzoeker. Dat toen wij daarmee aan de gang gingen, toen hadden we eigenlijk gelijk al het gevoel van dat gaat niet werken. Gebruikers zijn daar helemaal niet gericht op een laptop met een los toeltje. Men is veel meer gericht op er staat ergens een compleet apparaat wat een functie vervult en wat we kunnen gebruiken voor onderzoek. En onderzoek bij die gebruikers leverde dat ook op. En uiteindelijk is er dus van die kleine bar die onder bij een laptop werd geleverd en een cd, is het product geworden zoals het hier nu staat. En waarbij een onderzoekster bij dit scherm kan zitten en het apparaat kan bedienen. En bij het zwarte scherm, daar zit het kind wel of niet op schoot bij een ouder. En die kan het spel spelen. En op die manier wordt er ondertussen gemeten welke scheelheidshoeken dat patiëntje heeft. En op die manier, en ook in de gesprekken in de praktijk bij de orthoptisten, merkten we dat er zoveel eisen bij kwamen van hoogteverstelling, dat de orthoptist aan deze kopse kant moet zetten, zodat er nog steeds ingegrepen kan worden, het kind gerust kan worden gesteld of kleine correcties kunnen worden gedaan. Al die dingen zijn naar voren gekomen tot en met de eis van wij willen ook een heel mooi en sexy apparaat in onze praktijk hebben staan waar we trots op zijn. En dat hebben we tot nu toe niet. Geef ik nu het woord weer over aan Nine. Ik zal nog even verder ingaan op de stappen die jullie net al zagen in het overzicht. Dit is aan de hand van de case die Henry net, waarvan Henry net het product even heeft uitgelegd. Je begint met een plan maken natuurlijk, want anders kan je niet starten met wat je gaat doen. Wat je daarmee moet doen, waar je mee begint, is eerst een aantal vragen beantwoorden. Om straks te kunnen bepalen wat voor soort prototype je dan gaat bouwen en wat voor soort test je nodig hebt. Je begint altijd met wat is je doel? Je kan je product gaan valideren met je eindgebruikers, maar je doel van het maken van een prototype kan ook zijn investeerders overtuigen. Zo zijn er nog wel meer dingen te verzinnen waarvoor je een prototype kan gebruiken. Dus denk daar eerst goed over na, wat je doel is. Vervolgens wat dan je wat je wil bereiken met de test die je gaat doen. Bijvoorbeeld je gebruikerservaring wil je gaan testen. En dan kan je ook nog een specifieke vraag formuleren die je beantwoord wil hebben. Bijvoorbeeld of een specifieke bediening te begrijpen is voor de gebruikers. En vervolgens moet je na gaan denken over met wie je dan gaat testen. Want dat maakt ook wel uit over hoe je het straks inricht. En hoe je deze mensen gaat bereiken. Je kan bijvoorbeeld gaan testen met laboranten. Maar als zij heel weinig tijd hebben of als je hen niet kan bereiken, kan je ook kiezen voor chemiestudenten bijvoorbeeld, als zij ook wel die vraag kunnen beantwoorden. Dus ook dat is goed om van tevoren even na te gaan hoe je dat allemaal gaat inrichten. Om vervolgens te kunnen kiezen welke soort prototype je gaat maken. Deze hebben we net ook al eventjes behandeld. Als je dat allemaal bedacht hebt, kan je echt beginnen met de voorbereiding. Waarbij je twee dingen moet gaan doen. Je moet natuurlijk je prototype gaan bouwen en je moet je test voor gaan bereiden. Dat moet je ook zeker niet vergeten in deze fase. Tijdens het bouwen is het belangrijk dat je nadenkt over de presentatievorm. Als je bijvoorbeeld besloten hebt dat je met een mock-up jouw doel kan bereiken,
moet je nog steeds gaan nadenken over waarmee je die dan gaat bouwen en in welk uitwerkingsniveau dat moet hebben. Je gaat straks naar een groep gebruikers toe. Denk dan ook even na of zij de status van het project begrijpen. En of zij zich kunnen inleven in dat dit natuurlijk nog niet af is en dat het straks wel anders eruit gaat zien. Wat hier een valkuil is, wat wij willen zien, is dat mensen een specifiek onderdeel willen testen en dan een heel erg mooi prototype daarvan gaan maken. Maar nog niet alles, alle functionaliteiten zitten daarin. Dan gaan ze daarmee naar hun testpersonen toe en die zijn dan over de gehele ervaring best wel teleurgesteld omdat ze nog functies missen. En jij weet al lang dat die er nog wel inkomen, maar als zij dat niet ervaren, kan dat straks een negatief effect hebben over hoe mensen over jouw product denken. Dus in dat geval kan je beter een prototype maken wat er nog niet helemaal af uitziet, zodat mensen dat begrijpen. Voor dat soort dingen moet je nagaan denken als je je prototype gaat bouwen. En bij het voorbereiden van je test is het belangrijk om te bedenken hoeveel mensen je nodig hebt om de vraag te beantwoorden. Het is zonde van je tijd om bij te veel mensen te testen. En als je er te weinig hebt, dan was het ook uiteindelijk heb je dan niet zo'n nuttig resultaat. Dus bedenk dat ook even van tevoren. En ook verschillende soorten mensen waarmee je gaat testen, dat kan extra eisen met zich meebrengen. Testen met kinderen is bijvoorbeeld anders dan testen met ouderen. En dat vraagt een ander soort voorbereiding, beide in je test en ook in het bouwen. Voor beide geldt natuurlijk ook dat je je tijd en je budget in de gaten moet houden, want je wil ook een realistisch prototype, een realistische test neer gaan zetten. Dus hou dat een beetje in de gaten. Bij het bouwen kan je dus verschillende vormen kiezen. Een algemene tip hier is dat je het best niet helemaal alleen kan gaan doen. Wat wij vaak doen is een review tussendoor, dat je gaat uitleggen wat je gaat bouwen, waarom je dat gaat bouwen. En tijdens die uitleg kom je soms nog dingen tegen die je vergeten bent of die je net beter anders kan doen. Door het aan iemand anders uit te leggen, daar leer je zelf ook veel van. En zo kan je samen dan daaraan werken. Voorbeeld bij het functionele model wat je hier ziet, is dat wij nog niet de echte metadata, de data beschikbaar hadden om hier de grafieken te maken. Maar wat wij wilden testen was meer de structuur van de software. Daarom hebben we daar nepdata ingezet, zodat we al wel konden testen en dat het proces door kon gaan. Zo kan je dus op een vroeg moment in je ontwikkelproces daarmee aan de slag. En bij het werkende prototype om toch door te kunnen bouwen en wat snel neer te kunnen zetten, hebben we veel gebruik gemaakt van bestaande onderdelen. Alles wat beschikbaar is in de markt kan je beter gebruiken en niet zelf gaan bouwen. Dat scheelt vaak tijd en risico's. Bij software kan je natuurlijk ook bestaande stukken code gebruiken of libraries downloaden, zodat je... Je moet natuurlijk niet het wiel opnieuw gaan uitvinden, dus hou daar rekening mee. Weet wat je waar kan krijgen aan onderdelen, zodat je efficiënt je prototype kan gaan bouwen. Bij het selecteren van een goede testmethode kan je iets kiezen wat hierop staat. Het zijn voorbeelden, er zijn nog veel meer methodes. Maar zo kan je het een beetje indelen om een goede keuze te kunnen maken. Je kan kijken of je je vraag het best kan beantwoorden met cijfers of meer met de redenen achter bepaalde acties van je gebruiker. Als je cijfers nodig hebt om te onderbouwen of om je investeerder te overtuigen, bijvoorbeeld om dat doel te bereiken, kies je voor dingen in de onderste helft. En als je diepere inzichten wil of meer de features wil gaan aanpassen omdat ze net niet lekker aansluiten of meer die gebruikers inzichten wil hebben, dan kies je uit de bovenste helft. Je kan ook nog onderscheid maken tussen wat je respondenten zeggen of wat ze doen. Daar kan wel een verschil in zitten. Mensen denken soms dat ze een bepaalde mening hebben, maar als je dan ziet wat ze doen, dan is dat wat anders. Dus je moet nadenken over wat jouw doel het beste bereikt en wat jouw vraag het beste beantwoordt. Je kan natuurlijk ook een combinatie van methodes kiezen of meerdere methodes toepassen.
Dan, als je dit allemaal je prototype gemaakt hebt, je test hebt voorbereid, dan begin je aan het uitvoeren. We hebben twee voorbeelden kan ik laten zien van het oogmeetapparaat waar wij prototypes voor hebben gemaakt en testen voor hebben uitgevoerd. Hier zie je een mock-up en eye-tracking wat we daarop hebben toegepast en observeren. We wilden hier de basisstructuur van die interface testen. En die hebben we gemaakt. Er staat ook nog nepdata in. Het is een hele simpel, wel klikbaar documentje, maar verder is het nog niet heel interactief. Maar die structuur konden we daarmee testen. We hebben mensen opdrachten gegeven van bijvoorbeeld zoek de gegevens op van patiënt X van 3 februari. En dat gingen mensen dan uitvoeren en dan konden wij achteraf kijken hoe ze dat gedaan hebben. En ook achteraf met die eye-tracking kijken of ze snel de goede plekken wisten te vinden. En zo wisten wij of dan die structuur goed was. Een ander voorbeeld is een werkend prototype wat we met een enquête en een interview hebben geanalyseerd. Wat je hier ziet is een heel klein onderdeel daaruit, maar we hadden voor deze test die we in dit stadium hebben uitgevoerd, hebben we verschillende onderdelen samengevoegd tot één werkend prototype. Dit is een kleine beloning die die kinderen op het scherm dan zien, 4- en 5-jarigen. Als ze iets goed hebben uitgevoerd, dan krijgen ze een puzzelstukje van een totaalplaatje en aan het eind hebben ze dan de hele puzzel bij elkaar als beloning. Wat we wilden testen in deze test is of die kinderen in die test hun aandacht erbij konden houden. En daarvoor hadden we wel de hele productervaring nodig. Van het begin dat zij op die stoel gaan zitten, totdat ze weer rond mogen rennen. Vandaar dus het hele werkende prototype. En we hebben dat getest door het apparaat achter te laten bij de orthoptisten. En zij konden hem dan gewoon 2 weken gaan gebruiken met die kinderen. De orthoptisten hebben enquêtes ingevuld over die test. En achteraf hebben we ook nog interviews met ze gedaan. Om de inzichten te krijgen over hoe dat nou in de praktijk, of dat allemaal werkte zoals wij dat bedacht hadden. Met al die data die je nou verzameld hebt, daar wil je natuurlijk een conclusie uit gaan trekken. Die analyse, dat kost tijd. Valt vaak wel tegen hoe lang het kost, maar neem wel die tijd, want hier komt echt die waarde van je prototype en je test naar voren. En hiermee kan je straks een volgende stap zetten. Dus het is belangrijk om daar tijd in te stoppen. Kijk hier ook altijd even terug naar wat je doel was en wat je vraag was van het hele proces. Het kan zijn dat er veel meer, eigenlijk meer resultaat in je data zit dan je verwacht had. Maar hou even voor ogen dat je wel gaat analyseren waardoor je je doel bereikt. Het kan ook zijn dat er bepaalde dingen nu nog niet relevant zijn. Die neem je nog niet mee in je analyse. Daar kan je altijd later nog op terugkomen. Anders dan kost het allemaal nog veel meer tijd. Dus breng wat prioriteit aan en durf ook bepaalde dingen niet te gebruiken in je analyse. Als dat niet relevant is voor de vraag die je wil beantwoorden. Je ziet hier op de slide het onderscheid tussen kwalitatieve en kwantitatieve data. Dat hangt natuurlijk af van welke methode je hebt gekozen. Er staan een aantal voorbeelden bij van het resultaat wat je dan hebt en hoe je dat dan kan analyseren. Ik zal nog even een voorbeeld geven van de kwalitatieve data, hoe je dat analyseert. Wat wij hebben gedaan met interviews en de enquêtes is quotes op losse papiertjes schrijven en opmerkingen. Dus per post-it, per papiertje staat er 1 ding op. En die leg je allemaal op een tafel en dan ga je clusters maken. Het is handig om dit niet in je eentje te doen, om te zorgen dat je niet een tunnelvisie krijgt of al de resultaten die je een beetje van tevoren had bedacht, dat je dat hier ook uithaalt. Het is goed om hierover te praten met anderen en dan clusters te maken van al die opmerkingen die je ziet. Dat doe je om straks verbanden te kunnen leggen tussen die clusters. En aan die clusters kan je ook zien wat mensen belangrijk vonden, waar zijn ze het eens, waar zijn ze het niet eens. En zo krijg je goede inzichten uit je kwalitatieve data. Als je dat hebt gedaan, moet je dit natuurlijk gaan verwerken in een volgende stap, zodat jouw product uiteindelijk beter wordt. En Henry zal nog even vertellen
wat dan de twee stappen hier nodig zijn in het prototyping proces. Ja, telkens als je dus dingen hebt geconcludeerd, wat we nu uitgebreid hebben uitgelegd in die zes stappen, dan kom je tot conclusies en dan moet je die gaan verwerken. En de neiging bestaat altijd heel erg snel om gewoon door te gaan en te zeggen, oh, ik weet wel wat ik aan moet passen en ik ga nu deze kant op. Toch is het belangrijk ook daar weer goed bij stil te blijven staan. Omwille van dat goede projectmanagement wat ik ook net in het begin zei. Als je je eisen niet goed opschrijft, niet goed documenteert en het team is iets groter als jij alleen, dan ontstaan er gewoon heel snel verschillen in opvatting van een bepaalde eis of van een bepaald testresultaat en hoe je daar nu mee verder gaat. Dus dat moet je echt goed opschrijven. Als iets een andere kleur moet krijgen, dan moet dat er ook gewoon staan dat iets een andere kleur moet krijgen. Als iets groter moet zijn of als iets niet opvallend genoeg is, zorg dat duidelijk wordt. Maar als je bijvoorbeeld hebt gemerkt dat bepaalde concepten ook echt niet werken, durf dat ook te documenteren. Dat komt dan niet in het eisendocument, maar het is me meerdere malen voorgekomen dat na 2 maanden iemand weer met een goed idee kwam en zei van waarom hebben we dat niet gedaan? Waarom zouden we het niet op die en die manier gaan doen? En dan merk je dat het documenteren van afgevallen concepten, dingen die je hebt geprobeerd maar die om een bepaalde reden niet door zijn gegaan, dat kan om een gebruikersreden zijn, maar dat kan natuurlijk ook om een technische reden zijn, dat je die bent vergeten. Waar was het ook alweer om? En je gaat zo weer die stappen zetten om dat toch maar weer opnieuw te gaan testen. Dus wees er heel bewust van en durf ook even tijd te investeren in het goed documenteren en opslaan van de testen en van ook de dingen die afgevallen zijn. Een volgend punt is, durf je ook even goed naar je focus te kijken. Is het zo dat je wel door moet gaan? In de Lean methode noemen ze dat pivot or persevere. Draai ik om of ga ik verder? En volhard ik in wat ik mee bezig ben? Nou, dat is iets wat zeker van toepassing is op dit traject. Want elke keer als je door die fases heen loopt en als je testen hebt gedaan, durf dan ook echt goed te kijken van, moet ik wel zo verder gaan? Want hoe verder je in het traject komt van ontwerp, hoe meer kosten er ook gemaakt worden. Dat neemt eigenlijk exponentieel toe. En als je die risico's nou niet exponentieel af kunt bouwen in die fases, dan doe je het toch echt verkeerd en dan loop je het risico om heel veel kosten te maken en uiteindelijk te floppen. Het is daarom goed om ook deze faseovergangen die er zijn als een soort poortjes te behandelen. Misschien voor degene die uit de farmaceutische industrie komen, daar zal ook zeker dat soort gates worden gehanteerd, waarin je, als je een stap verder wil zetten, eerst een bepaalde gate door moet. En die gate daarin bekijk je bepaalde aspecten. Dan bekijk je of de business case nog klopt, of het nog steeds maakbaar is, wat volgende stappen moeten zijn, of alle acties zijn afgerond die nodig zijn om de beslissing te nemen. Al die dingen zijn belangrijk om te kunnen gaan naar de volgende stap, of eventueel te bepalen, moet ik een stapje terug doen? Of moet ik wel, dat is wel heel drastisch, maar moet ik misschien wel stoppen met met de productontwikkeling omdat het niet haalbaar is of niet aansluit bij de markt. Al deze dingen, daar moet je ook open voor durven staan op het moment dat je bezig bent met prototyping, omdat nou eenmaal die dingen heel dicht bij de markt staan en op zo'n manier naar je terugkomen. En ja, op het moment dat je
dat niet doet, dan kun je die prototyping methode ook wel niet hanteren. Want dan zou je net zo goed gewoon door kunnen rennen en alles gewoon op je eigen intuïtie doen. Maar dat is juist niet de bedoeling, dus durf ook consequenties te trekken uit die resultaten. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat je het zegt van ja, ik wil het nog eens een keer bekijken of ik wil het nog eens met een nieuwe doelgroep doornemen. Maar nogmaals, het blijft erg belangrijk om die stappen die je hier ook in zet, om die heel gedegen te nemen. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze presentatie en ik wil je hartelijk bedanken voor jullie aandacht. Fijn, Nina en Henri, dank je voor deze presentatie. Duidelijk dat je prototyping moet toepassen als je iets nieuws bedenkt en dat het eigenlijk ook heel makkelijk kan zijn om het toe te passen. En dat is denk ik een grote learning van vandaag. Dit webinar wordt gepubliceerd op onze website, dus als je het nog eens na wil kijken, en dat zal waarschijnlijk vanaf midden volgende week beschikbaar zijn. Dank jullie wel voor jullie aandacht en graag tot een volgende keer.